Ik wil heel in het kort even iets vertellen over die klederdracht. Ik heb vroeger in Suriname de oude mensen heel vaak met onze klederdracht gezien, met de kortom. Dit is eigenlijk een Miss de Neve en dat is eigenlijk een luxe model. Het is ontstaan in de slavernij en het verhaal, de geschiedenis doet de ronde, dat het door de kerk en is ingesteld omdat de mensen uit Afrika, met name de vrouwen die uit Afrika kwamen, de slaven, die liepen daar met ontbloot bovenlijf. En ja, die slavernij waren ook mensen. En de kerk die zag het aan en die heeft het op een gegeven moment verboden. 11 jaar na de slavernij is bij wet toen vastgelegd dat de vrouwen niet meer met ontbloot bovenlijf mogen lopen. En die kutter heeft heel lang in een verdomhoekje gezeten, want het had een lage sociale status. Maar gelukkig in de loop der jaren, toen ik nog klein was, merkte je toch dat de jongeren toch meer met die kutter gingen doen. En ze gaven er wel andere modellen. Die hoofddoeken bijvoorbeeld, daarmee werd er in gecommuniceerd. Ik zei het al in het gedicht, er werd gecommuniceerd en vooral tegen de heren. Als je alleenstaande vrouw was, moet het eigenlijk zo zien, zei ik tegen mijn kinderen. Tegenwoordig wordt er ge-sms, maar die vrouwen deden het met hoofddoeken. Iedere hoofddoek had een boodschap, wacht me op de hoek. Of ik heb al een man en blijf van me af en blijf van dat soort dingen. Als er buren waren die ruzie hadden, dan bond je hoofddoek van laat maar waaien en dat soort dingen. En dat vond ik heel leuk toen ik erachter kwam. Het was toch wel zo zien hoe creatief mensen kunnen zijn. Hè? Ondanks dat het dus eigenlijk een soort dwangmaatregel was, hebben ze er dus toch iets moois van gemaakt. En dit is bijvoorbeeld de Miss de Neve. Dit is eigenlijk een model wat afstamt van de Europeanen. Ik weet niet of je nog weet, vroeger dat de studenten die... er was een bal, geloof ik, ergens in Scheveningen, een studentenbal. En dat was altijd van die mooie kleding en dat soort dingen. En daar is het eigenlijk een beetje van afgeleid. Dit heet een Miss de Neve. Naar de mevrouw die het heeft ontworpen toen. Het was een mevrouw die afstamde van... Er zat een Hollandse vader en een Surinaamse moeder, een zwarte moeder. Maar ze liep altijd met die paraplu. U hebt ons gezien met die paraplu. Ze liep altijd met die paraplu, want ze wilde niet zwart worden. Nou, ik denk dat ze nu een probleem gehad zou hebben. Ze zou steeds naar Spanje of naar Turkije gaan om bruin te worden. Maar in die tijd nou was het not done. Je moest gewoon je blanke huid moest je in stand houden. Maar gelukkig kijken we nu met andere ogen, dat we promoten die korte ogen met al onze shows die we doen. En je merkt gewoon dat mensen het ja, waarderen en heel erg leuk vinden. Ook die hoofddoek, die Anissa, het is geen... mijn kinderen zeiden een keertje van ja, dat doekje. Ik zei nee, het is geen doekje, het is een Anissa, een hoofddoek. En die heeft ook, heet ook een Miss de Neve hoofddoek, althans deze. En dat was het een beetje in het kort. Er zijn heel veel boeken over geschreven, ook heel veel gedichten over. Maar in het kort was dat het. Van je kan tak niet nou mooi, hoe haal je het in je hoofd om te zeggen dat ik niet mooi ben? Van je kan tak niet nou mooi. Van je kan tak niet nou mooi. Van je kan tak niet nou mooi. Adria, Adria, prenana.